Hij aarzelde geen moment. Mees Koopman zag gistermiddag in het centrum van Zaandam een buggy met een baby erin in het water vallen. Hij dook er meteen achteraan en met een goede afloop, want het kindje mankeert niets. De 17-jarige Mees is dus een echte held. En die kinderwagen lag hier in het water. En toen kwam ik zo snel mogelijk via die kant. En toen hebben we de kinderwagen het water uit getrokken en hierop gezet. Ja, dan krijg je allemaal water over je heen, maar ja, dat maakt niet uit als het kindje maar veilig is. En dus zo snel mogelijk het water uit. En die meneer die had zijn kinderwagen neergezet en vergeet op de rem te zetten. En is achterwaarts hier het water ingereden. En is kopje onder gegaan. Toen heb ik zo snel mogelijk de baby gered, uit het water getrokken, met de meneer zelf. Hij huilde gelukkig wel, dus ja, gelukkig. Klinkt een beetje, maar ja, hij gaf teken van leven. Ik heb een bedankje gehad van hem. Wat was dat? Een schouderklop. Ja. Daar doe je het voor. Ja, daar doe je het voor. Ja.